Hallo, hallo, goedenavond. Tanja hier. Met in deze video een gezondheidsmythe die ik geweldig ga doorbreken. Namelijk, het gaat over agavesiroop. Ja, agave is een gezondheidsmythe. Het is niet gezond. En de aanleiding van deze video is een discussietje of een reactie die ik deze week gekregen heb op een eerdere video hier, die ik heb gemaakt over het citroenwater, wat een goed idee is om elke ochtend te drinken. En er waren mensen die reageerden van, ah ja, ik doe daar wat agave bij. En dan denk ik, oeps, agave raad ik niet aan. En toen vroeg iemand, waarom is agave zo slecht? Ik wist dan niet, ik dacht dat dat gezond was. En ik denk, oei, dat zullen wellicht nog meerdere mensen denken. Ik dacht dat vroeger ook dat agave gezond was. Want ja, je loopt een biowinkel binnen en dan zie je daar al die natuurlijke suikers staan. En dan denk je, ik ben hier in een biowinkel, ik ben hier in een gezondheidswinkel. Natuurlijke suikers, dus dat zal wel goed zijn. Wel, niets is minder waar. Agave is wellicht de grootste voedingshoax die er bestaat. En ik hoop dat iedereen ondertussen wel weet dat maïsglucosestroop, dat bucht is, dat dat echt toxisch is, dat dat zeer slecht is, dat dat niet deugt voor ons, ook niet voor onze kinderen. Maar er is er nog eentje die zo mogelijk slechter is en dat is dus die agave. Voor de mensen die kijken, hallo, welkom. Laat even weten dat je kijkt en laat even weten wat jij denkt over wat ik hier vertel over agave. Of je het misschien zelf ook wel eens gebruikt. En hoe. En wat jij ervan vindt. Enzovoort. Nu, een aantal jaren geleden vroeg ik het dus aan een van mijn mentors. Wat met agavesiroop? En ze was toen heel duidelijk in haar antwoord. En ze zei, Tanja, agave is the devil. Dus oké, dat zal ik nooit meer vergeten. En toen heeft ze het mij uitgelegd hoe het in elkaar zit. En ondertussen heb ik het van, ik denk al mijn andere nutritionist, hoe zeg je dat? Voedingsmentors, heb ik het ook bevestigd gekregen dat het een absolute no-go is. De ene zegt het is de grootste klucht ter wereld, agave. De andere zegt van, ik snap niet hoe het ooit op het schap van gezonde voeding is terecht kunnen komen. Ik herinner mij zelfs eens een conferentie waarop een van de experten zei, als je ooit van een gezondheids- of van een diëtist of van een nutritionist de opdracht krijgt of het advies krijgt om agave te gebruiken als gezonde zoetmaker, dan moet je zo hard als je kunt wegrennen, want die persoon weet echt niet waar die het over heeft. Enfin, ik denk wel dat ik het punt duidelijk heb gemaakt dat het niet goed is. Maar waarom is het nu niet goed? Wat is er nu mis met agave? Wel, agave is naast gekristalliseerde fructose de grootste bron van fructose. En fructose wil je nooit geïsoleerd in je lichaam krijgen. En fructose is fruitsuiker en dat klinkt gezond, want dat klinkt als fruit en fruit klinkt als gezond. Dus dan denk je van, wat is er mis met fructose? Dat is toch gezond? Ik heb net een video gemaakt in de groep van de mensen die mijn afslankprogramma aan het volgen zijn. En daarin had ik het over de vetten die geïsoleerd worden, dus al de oliën, de plantaardige oliën die we in al die flessen hebben staan. Als je een voedingsstof isoleert uit een volwaardig voedingsmiddel, dan krijg je een totaal ander effect in je lichaam. Ik zeg altijd, ons lichaam is geen bankrekening. Hey, dag Sven, tof dat je kijkt. Ons lichaam is geen bankrekening met calorieën in en calorieën uit en het saldo is zoveel. Ons lichaam is een chemisch labo. Dus als jij, ik gaf daarnet het voorbeeld van avocado. Als je een avocado eet, een halve avocado eten, is een absolute go. Want dan heb je de vezels, dan heb je de vetten, dan heb je de mineralen, dan heb je de eiwitten die in die avocado zitten. En dat zit in een
verhouding die de natuur zo heeft gemaakt en die voor ons lichaam ook heel herkenbaar is. En dat maakt die voeding dan op dat moment heel biobeschikbaar, noemen we dat. Dus dat wil zeggen dat die voeding heel goed wordt opgenomen door ons lichaam en dat ons lichaam met al die componenten heel nuttige dingen kan doen. Maar als we daar één element uithalen, isoleren, dan krijgen we een heel ander verhaal. Want ons lichaam weet niet wat het daarmee moet doen. En in het geval van de vetten, als je een vet neemt, geïsoleerd, ja, dan kan er bijna maar één ding gebeuren. En dat is dat het wordt opgeslagen in vet. Enfin, maar voor hetzelfde geldt dus voor de suikers. Als je suiker haalt, isoleert uit fructose, in dit geval uit fruit, dan krijg je een heel ander verhaal dan als je een stuk fruit in zijn totaliteit gaat eten. Stel een appel. Als je een appel eet, dan heb je de vezels, de pectine, de mineralen, de vitamine. Dat zit er allemaal in, ook weer in een heel goede verhouding. En je lichaam zegt, jee, allemaal goede voedingsstofjes. En in een compositie die wij herkennen, de synergie. Zoals alleen de natuur die kan maken en zoals ons lichaam het herkent. Maar als we daar alleen maar de fructose uithalen of dat gaan concentreren, zoals appelstroop en appelsap, en dat is gewoon vloeibaar suiker. En het probleem want we hebben het in dit geval, voor de mensen die later inpikken, van harte welkom trouwens, we hebben het over agavesiroop en over hoe dat echt geen goed idee is. Agavesiroop is voor 90% geïsoleerde fructose. Wat gebeurt er? Dat komt rechtstreeks in je lever. Want daar ligt volgens mij het kalf gebonden. Waarom denken mensen dat gezond is? Omdat agave en fructose hebben een lage GI, een glycemische index, laag. Dat betekent, dat komt amper in je bloed, dat gaat amper je bloedsuikerspiegel doen stijgen. Dus iedereen zegt, toppie, gezond. Maar wat gebeurt er met fructose en dus met agave, wat voor 90% fructose is? Dat gaat rechtstreeks naar je lever. Want je lever is het enige orgaan dat kan omzetten. Omzetten in wat? Wie heeft een idee? Er zijn een paar mensen aan het kijken. Have a wild guess. Waarin zet onze lever fructose en dus agave om? Enig idee, er is altijd een beetje vertraging. Hè? We gaan zien of ik hier kan zien of er een reactie is. Enfin, ik ga het zeggen. In lichaamsvet kan alleen maar omgezet worden in lichaamsvet. Bovendien krijg je er een vette lever van. Dat is de reden, trouwens, waarom steeds meer kinderen... Bij steeds meer kinderen wordt een vette lever vastgesteld. Stel je voor. En dat gaat over cholesterol en dat ding. Een vette lever krijgen die kinderen doordat ze massaal zoveel fructose binnenkrijgen. Ja, al die snoep en al die troep die ze veel te veel eten. Enfin, bon. Wat doet fructose nog buiten je lever vet maken en je lichaam dik maken? Dat is je darm permeabel maken. Dus dat betekent doorlaatbaar. Dat is de oorzaak van prikkelbare darmsyndroom. Slechte vertering, opgeblazen gevoel, lekkende darm, voedselintoleranties, luchtwegenproblemen, ontstekingen overal, vermoeidheid, etc. Dus nog een reden waarom je die fructose en dus die agave niet wil eten en ook niet drinken. Het versnelt ook het verouderingsproces. Dus als je sneller wil ouder worden... Ja, dat was... Ik hoor nog een van die experten zeggen... Als je sneller wil ouder worden, als je sneller obese wil worden, als je sneller diabetes wil krijgen, met er dan nog een verhoogde bloeddruk bovenop, dan moet je vooral doorgaan met je agave. Dan ben je goed bezig, gaat perfect voor je werken. Dus je wordt er sneller door ouder. Dames, je krijgt snelle rimpels door fructose en door agave dus. Dus als je dan kun je nog zoveel crème smeren. Hè? Als je dan fructose drinkt of eet, dan ben je niet goed bezig. Ook die bruine ouderdomsvlekken, dat zijn de levervlekken. Ah, wel, voilà, nu weet je hoe dat komt.
Onder andere door die fructose. En het laat je ook alsmaar meer naar suiker verlangen, hè? Onze smaakpapillen zijn sowieso al misvormd door alle suikers die we krijgen. We zijn allemaal suikerverslaafd, dus laat staan nog eens een keer die fructose, agave en je krijgt die suikerverslaving die alleen maar in stand wordt gehouden, wat ook weer tot gewichtstoename leidt. Dus ik heb geen idee hoe het komt dat het ooit aan het aureool van gezond voedsel is gekomen, want eigenlijk is het meer zoals mijn mentor zei, een duivel. Voilà, dat was mijn betoog tegen agave. Ik weet dat ik redelijk wat weerstand zal krijgen hiermee. Laat maar komen, reageer maar. Ik vind het altijd tof, gelijk welke reactie. Als je er iets aan hebt, super. Als het jou een inzicht heeft gebracht, dat is de bedoeling. En als je andere mensen kent die dit interessant vinden, vertel het hen. Of deel de video, vertel het voort, want we moeten dit soort van misvattingen echt wel de wereld uitkrijgen. Opdat iedereen gezonder, langer zal leven en meer levensvrucht kan beleven. Is het niet? Lieve mensen, dankjewel om te kijken. Dankjewel om te reageren, te delen, te liken. En ik zie jullie heel graag in een volgende video. Tot dan, bye bye!